welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe adventskalender unboxing. Jullie weten, ik unbox er echt heel veel op mijn kanaal. Er staan er al een aantal op mijn kanaal. En vandaag heb ik het genoegen om de Shiseido adventskalender te unboxen. Ik heb hem ontvangen in PR, daar ben ik heel blij mee, want het is een hele dure kalender. En vooral bij de dure kalenders ben ik echt heel erg benieuwd wat erin zit. Omdat je betaalt er wel wat voor, dus er moet ook wel wat goeds in zitten, ga ik vanuit. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Dus daarom ben ik hier voor jullie om jullie te laten zien of het echt de prijs waard is en of je hem zou moeten halen. Dus dat gaan we gewoon vandaag doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, jongens, dit is dan de kalender. Dit is de Vital Perfection Advent kalender. En hij kost maar liefst 124 euro, jongens. 124 euro. Ik moet wel zeggen, dit is een duur merk. Maar ik ga ervan uit dat er in deze kalender vooral skincare gaat zitten, want dat is echt bijna altijd het geval. Als je dus niet wilt weten wat erin zit, bekijk deze video dan vooral niet. En voor de mensen die niet weten wat een adventkalender is, het is een kalender met meestal 24 vakjes. En dan vanaf 1 december moet je elke dag 1 vakje openen tot en met 24 december, dus tot aan kerst. En dan heb je gewoon elke dag een cadeautje voor jezelf. En het is ook een heel leuk cadeau om gewoon weg te geven aan iemand anders. Oké, laten we beginnen. Ik moet wel zeggen, ik vind de verpakking heel erg mooi. Een beetje zo Japans, echt helemaal gewoon hoe Shiseido echt gewoon is. Ik heb al een aantal producten van dit merk geprobeerd. Zowel make-up als skincare. En ik vind ze allebei heel erg fijn. Dus ik ben heel enthousiast. Laten we hem openmaken. Ik weet bij God niet hoe die open moet. Ik heb het al. Je moet hem gewoon zo eruit schuiven. Het is hem dan. Je hebt hier allemaal vuurwerk en zo. Super leuk gedaan. Het voelt ook een beetje 3D aan. Alsof het er echt op ligt, zeg maar. Oké. Je moet het denk ik openvouwen of in elkaar knutselen of zo. Hier heb je weer allemaal vuurwerk. Wat moet ik hiermee doen dan? Oh, ik zie online dat je de boxen hierin kunt zetten. Oké, kijk, hier staan alle getallen van de boxen en je kunt ze hierin zetten. Wacht, dat ga ik doen. Dit is dan waar je alle boxen zeg maar in kunt doen en ze zitten hier beneden in een lade. Ik ga ze gewoon even snel allemaal in doen. A few moments later. Mensen, kijk even dit. Echt 10 punten voor verpakking. Echt, het is echt fantastisch. En dit moet de stad Tokio voorstellen. Er staat online, Shiseido neemt je mee naar Tokio voor een magische reis en een adembenemende Hanabi show. De meest slepende en betoverende energie van het prachtige vuurwerk als metafoor voor de opwindende vreugde van alle cadeautjes. Nou, dit is echt een leuk concept. Oh my goodness. Ik vind het echt heel leuk. En alle cadeaus moeten dan allemaal gebouwen voorstellen. Nou, ik vind het echt 10 punten, jongens. Echt waar. Ik hoop dat de inhoud ook 10 punten gaat zijn. Oké, nou, laten we gewoon beginnen met gebouw nummer 1. Die staat hier. Dat is deze. De verpakkingen zijn allemaal heel erg mooi. Ik zie echt af en toe kalenders van 100 of meer euro. En ja, die bakken er gewoon helemaal niks van qua verpakking. Maar voor zo'n bedrag moet en de inhoud en de verpakking echt goed zijn. En origineel zijn. Oké, ik begin hier met een scrub masker. Ik denk dat het gewoon een scrub crème is voor je gezicht. Ik hou altijd wel van een goede scrub. Het enige wat ik wel weer minder vind is dat er niet echt bij staat wat het allemaal precies is. Bijvoorbeeld als je niet weet wat is een scrub, dan moet je het echt helemaal gaan opzoeken en zo. Maar ja, dat is echt bijna bij elke kalender. Maar goed, hij is ook wel gewoon best wel groot. 30 milliliter. I like it. Oké, waar is gebouw nummer 2? Hier is 2. Gebouw nummer 2. Deze is iets kleiner. Hij voelt ook best wel licht aan. Dit is een anti-rimpel serum voor op je gezicht. Is altijd goed om te hebben, vooral als je 25 plus bent, zoals ik. Hij is wel echt heel klein, dus hij is wel echt een mini formaat, 5 milliliter. We gaan verder met gebouw nummer 3, die staat hier. Ik moet ook zeggen, ze staan ook allemaal echt best wel goed vast. Cleansing foam. Oké, dit is dus om je gezicht mee schoon te maken. Ben ik ook blij mee, want ik draag altijd make-up. Alles is wel echt klein. Even kijken online, want wat is de waarde? Ik heb geen idee. Dat staat er ook helemaal niet op. Nee, ik weet dus alleen dat die 124 euro is. Maar er staat niet bij van hoeveel is het dan waard. Nou ja, whatever. We hebben in ieder geval hier een serum. Oh, ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze matte liquid lipstick op van de Balm in de kleur Charming. Hier is nummer 4. Dit voelt een beetje zwaar aan. Toner. Ja, ik denk dat dit zoiets is. Dit is ook wel een kleine, maar wel gewoon groot voor iets kleins. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er staat op, het is voor de normale tot vettige huid. Ik heb een normale tot droge huid. Alles wat ik niet kan of wil gebruiken, gaat allemaal naar andere mensen. Ja, ik denk dat ik deze gewoon laat voor iemand anders, want ik heb geen vettige huid. Oké, we gaan verder met nummer 5. Die is hierachter verstopt. Daar staat op Tokyo. Zo kon ik al zien wat voor een stad het moest zijn.
Weer iets kleins. Nog een anti-rimpelcreme. Hebben we nou gewoon twee? Oh nee, ze zijn wel anders. Oké, nee. Eentje is een anti-rimpelcreme en de andere een anti-rimpelserum. Maar het is wel dus allebei voor de rimpeltjes. Even openmaken. Het is wel weer ook klein. Echt, alles is klein. Dit is wel echt, echt heel klein. Oké, jongens, we gaan verder met nummer 6. Dat is deze. Deze is een beetje lang en hij voelt wel een klein beetje zwaar aan. Ik hoop iets van make-up of zo. Ja, ik denk dit is make-up. Lipgloss. Ja, een lipgloss. Super mooi, zo rood glitterig. Hier ben ik echt heel happy mee. I like it. Even openmaken. Oh, je moet hem gewoon zo trekken. Oké, dit is dus gewoon een hele mooie glitterige gloss. Oh, kijk, je kunt de glitters erin zien. Hallo, focus. Ik weet niet of je het heel goed ziet op beeld. Maar er zitten allemaal van die glitters in. Heel mooi voor met kerst. Als je je make-up iets meer aanzet. Hier ben ik happy mee. Yay. Alles wat in zo'n zwarte verpakking zit is make-up. We gaan verder met nummer 7. Die is heel klein en vierkant. Ik ben echt heel benieuwd wat er hierin zit. Even kijken. Dit is uplifting crème. Is het gewoon voor je hele gezicht? Of is het alleen voor onder je ogen? Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Oké, ik denk dat het gewoon is voor je hele gezicht, want anders had het er wel bij gestaan. Ja, dit moet dus je gezicht mooi strak maken. Ik begin wel te merken aan alle soorten skincare wat hierin zit, dat het best wel is gericht op de iets oudere huid. En dat het op zich wel iets wat ik begrijp, want heel Shiseido is niet echt gericht op de jeugd. Het is allemaal iets meer chic, iets meer luxe. Oké, we gaan verder met nummer 8, die ik niet kan vinden. Waar is nummer 8? Oh, hier. Ook weer zo'n klein vierkant. Misschien ook weer zo'n klein potje. Oh nee, dit is iets anders. Dit is masking tape. What in the world is masking tape? Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon even opzoeken. Ik kan het niet vinden online, maar er staat hier een website op. En daar ben ik heen gegaan, maar het is allemaal Japans of zo. En dat begrijp ik niet. Dus als iemand weet wat dit is, let me know alsjeblieft. Want ik heb echt geen idee. Kijk, dit is dan hoe het eruit ziet. Ik heb geen idee wat dit moet voorstellen. Jongens, mijn oor doet pijn door deze oorbel hier zo. Kijk hier, het is hier gewoon nou helemaal rood. Ik doe hem even uit. Oké, nou, laten we gewoon verder gaan. Niet echt handig dus dat er niet staat wat iets is. We gaan verder met nummer 9. Die staat hier voor gelijk. Ook klein en vierkant, maar hij voelt wel iets zwaarder aan. Oké, ook weer zo'n klein potje. Overnight masker. Oké, dit is dus een nachtmasker en die maakt ook weer je gezicht weer zo strak. Oké, nummer 10 is helemaal hierachter. Die is zo plat en vierkant. Heel benieuwd wat hierin zit. Misschien een gezichtsmask of weet ik veel wat. Blotting paper. Dit zijn dus van die papiertjes. Als je huid vettig wordt, dan druk je het gewoon zo op die vettige plek. En dan wordt het weer helemaal mooi mat. Heel handig om te hebben als je een vettige huid hebt. Oké, nummer 11 is hier beneden in de hoek. Ook weer zo klein en vierkant. Beauty sleeping mask. Een slaapmasker. Oké, er staat echt letterlijk bij geen enkel iets echt uitgebreid bij wat het is. Dus ik moet echt gewoon straks gaan opzoeken online voor wat alles precies is. Maar dit is in ieder geval een nachtmasker die hydrateert. Nou, dat vind ik wel fijn, want ik heb een droge huid. We gaan verder met nummer 12. Dat is deze. Ik hoop weer iets van make-up of zo. Nee, weer geen make-up, jongens. Eye cream, uplifting en firming oogcreme. Oké, dan hebben we nou drie van dit soort pakjes. Maar wel alle drie verschillend. Maar wel echt allemaal gericht op het strak maken en het liften van de huid. Maar ik denk dat bij de meeste mensen de huid pas echt gaat zakken. 35 plus ongeveer. Hangt er ook van af van je huid en alles. Maar meestal pas wel ongeveer daar. Hoe donkerder je huid, hoe langer dat proces vaak duurt. En dat is dus heel chill als je een donkere huid hebt. Ik heb geen idee waar ik nou ben gebleven. 12 volgens mij. Oké, ik ben nu bij 13. Die is hier. Zo lang en smal. Deze voelt ook wel weer zwaar aan. We hebben weer iets van make-up. Oh. We hebben mascara. Yay. Dit had ik wel hierin verwacht. Een mascara. Ben ik heel blij mee. I like it. Nummer 14 is hier. Overnight rimpelcreme. Oké, dit is dus een anti-rimpelcreme voor 's nachts. Deze zijn allemaal zo klein, jongens. Kijk even dit. En we hebben er onderhand al vier van dit soort minis. We gaan verder met nummer 15. Ook weer zo'n klein vierkante doos. Voelt ook weer een beetje zwaar aan. Brightening gel cream. Oeh, weer zo'n klein mooi potje. Ik denk dat dit echt gewoon is voor je huid, je gezicht, om het te brightenen. Dus meer helder te maken, meer te laten stralen. Ik heb een hele doffe, droge huid. Dus ik hou hiervan als iets zo brightening is. Dus hier ben ik blij mee. Oké, we zijn volgens mij nu bij nummer 16. Die is hier, jongens. Dit is echt een hoop.
oogcreme volgens mij weer. Ik denk dat dit gewoon een oogcreme is. Ja, Eye Concentrate. Ik weet alleen niet zo goed wat dit zou moeten doen. Oh, dit is wel echt... Oké, dit vind ik wel echt belachelijk klein. Intensief activerend oogcreme. Oké, maar je kunt hier like één dag mee doen. We gaan verder met de nummer 17. Die staat gelijk hier vooraan. Voelt wel een beetje zwaarachtig aan. Een iets groter potje. Moisturizer. Dus gewoon een crème voor op je gezicht. En er staat dat er geen olie in zit en dat het kleur corrigeert. Dat is heel fijn voor vrouwen met bijvoorbeeld rode plekken op het gezicht en zo. Dan verhelpt hij dat. We gaan door met, volgens mij nummer 18 is nou. Ik vergeet echt gewoon de hele tijd waar ik ben. Oeh, mooi roze. Eau de parfum. Ik wist helemaal niet dat hun parfum hebben, jongens. Even een beetje rollen. Oh, ruikt heerlijk. I like it. Het ruikt een beetje zoet of zo. Ik kan echt geen enkele geur beschrijven, dus don't ask me. Maar wel weer een heel leuk ander soort product weer. Oké, we gaan verder met nummer 19. Deze voelt ook best wel groot en zwaar aan. Nou, en dat is hij ook. Make-up remover. Hier ben ik blij mee. Ik kan niet genoeg make-up remover hebben, jongens. Ik ga daar doorheen als water. Dus hier ben ik heel blij mee. Het is niet voor echt je hele gezicht, maar echt voor je ogen en of lippen. Heel happy met dit. Oké, we naderen het einde. We gaan nu in met nummer 21. Je gaat me niet zeggen, weer zo'n kleine mini dingen. Ja, weer zo'n kleine mini dingen. Hier staat op anti-rimpel oogcreme. Oogcreme hebben we gehad in zo'n potje. Alleen die is uplifting en die ik hier heb is anti-rimpel. Dus ja, dat is dan het verschil. Oh, ik zie dat ik gewoon 20 ben vergeten. Ik ga stuk. We moeten nog 20 doen. Die is ook zo plat, vierkantachtig. Dit is denk ik een masker. Oogmasker, uplifting. Die moet je zo hieronder doen. Het staat ook hier zo op. Hier ben ik happy mee. Dat vind ik altijd heel fijn om te gebruiken. Nou kunnen we weer door met nummer 22. Ik hoop nog wat make-up. Elke keer als ik hoop op make-up, is het toch gewoon make-up. I love it. Wat is dit dan? Blauw oogpotloodje. Wel een hele mooie kleur blauw. En je kunt hem gebruiken voor wat je wilt. Hier ben ik wel happy mee. Deze ga ik houden. En dan de ene laatste, nummer 23. We zijn bijna klaar, jongens. Crème. Douchecrème. Om je lichaam mee te wassen. Fijn om te hebben. En dan de allerlaatste, jongens. 24. Voelt ook zwaar aan. Meestal is de laatste de beste. Is niet altijd het geval, maar vaak wel. En ik hoop nou wel. Oeh, dit ziet er mooi uit. Geen idee wat het is. Het is wel echt een topnotch verpakking. Ik ga gewoon weer even opzoeken wat dit is. Because I'm intrigued. Dit ziet er echt heel mooi uit. Deze is dus 50 euro. En dit is een anti-aging serum. Nou, dit maakt al wel de kalender waard wat hij is. Alleen dit al is de prijs van deze halve kalender. Oké, het heeft ook allemaal prijzen gewonnen en zo. Dit moet dus echt geweldig zijn voor anti-aging. Dus hier ben ik heel happy mee. Deze ga ik gewoon gebruiken. Ook al ben ik pas 27, maar I don't care. Oké, mensen, dan is hij helemaal leeg. Dus dit was dan de kalender. Wat vinden we ervan? Qua prijs is hij het wel waard. Je krijgt echt meer dan wat je ervoor betaalt. Wat ik wel minder vind, is dat het best wel veel echt heel klein is. Maar aan de andere kant heb ik ook wel weer iets van... Dit is gewoon echt een high-end brand. En als ze van alles iets groots erin hadden gedaan, dan was het echt onbetaalbaar geweest. Wel zeg ik echt erbij, ik raad hem echt alleen maar aan als je zeker 25 jaar plus bent. Echt, en dan echt plus. Ik raad hem niet aan als je nog helemaal jong en fris bent. En je gewoon een goede huid hebt, geen rimpels, niks. Dan zou ik hem niet per se aanraden, want het is wel allemaal echt gericht op lifting, anti-rimpel, anti-aging. Maar voor de oudere vrouwen onder ons vind ik hem wel echt heel erg leuk. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Vind je hem leuk of vind je hem niet leuk? Ik ben echt heel benieuwd. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier ook nog twee video's in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!